Ik ben Kai. Ik ben Kai en ik ben moeder van 4 kinderen. En in 2001 ben ik mijn oudste voor het eerst gaan dragen. In 2004 ben ik een eigen bedrijfje begonnen in draagdoeken. En sindsdien verkoop ik ze ook. Bij mijn dochter merkte ik dat dragen heel erg fijn was. Maar ik vond de draagdoeken die er toen waren niet erg leuk, niet zo mooi van kwaliteit. En ik vond ze ook niet heel handig. Ze waren allemaal erg lang en heel smal. Dus ik ben een eigen model gaan ontwikkelen. Ik heb eigen kleurtjes ontwikkeld. En we hebben de perfecte stof erbij gezocht voor het dragen. En deze stof wordt nou speciaal voor ons gefabriceerd. Ja, zeker. Met een draagdoekom kun je eigenlijk alles doen wat je anders ook zou doen. Je handen. Je hebt je handen vrij. Je hebt je handen dus vrij in een draagdoek. Waardoor je gewoon alle andere dingen kan doen. Die je anders met een kind op de arm wat minder makkelijk kan doen. Dat betekent spelen met je andere kinderen. Koken, huishouding doen, winkelen, shoppen, wat je maar wilt. Dat is natuurlijk wel een nadeel als je gaat winkelen. Dan moet je zorgen dat je man de draagdoek om heeft. Anders kun je geen kleding passen. Heel goed nadeel. Je verliest het contact met je kind niet. Maar toch kun je alles doen wat je wil doen. Huilbaby's huilen veel minder wanneer ze gedragen worden. Ze zitten prettiger in hun vel. En daardoor zijn ze gelukkiger en rustiger. Waardoor ze minder huilen. En dat heeft natuurlijk ook de weerslag op een ouder. Een ouder wordt daardoor ook relaxter. Waardoor de baby zich ook weer nog prettiger zal voelen. Dragen is niet alleen heel erg praktisch en prettig. Het is ook heel erg goed voor je baby om veel gedragen te worden. Doordat ze in een draagdoek zitten gaan ze al eerder hun nek- en rugspieren gebruiken. Wanneer een kindje alleen maar plat ligt, dan hoeven ze die rugspieren en nekspieren nog niet zo te ontwikkelen. Wanneer ze dan in een draagdoek gedragen worden, zal die ontwikkeling van de rug- en nekspieren een stuk sneller en beter verlopen. Ze zullen ook een stuk sterker worden. Baby's gedragen de draagdoek hebben minder last van krampjes. Doordat ze gedragen worden met buik tegen jouw buik, zal hun buikje gemasseerd worden, waardoor ze minder last hebben van hun krampjes. En ook kindjes met reflux, dus dat is het teruggeven van voeding, zal minder vaak voorkomen. Doordat ze rechtop gedragen worden en zich prettiger voelen, zal de voeding beter in hun maagje blijven. Kindjes gedragen in een draagdoek voelen zich tevredener, maken meer oxytocine aan. En de drager zelf maakt ook meer oxytocine aan. Dat is precies het stofje wat vrijkomt op het moment dat je samen met je vriendin aan het knuffelen bent. En dat je heel prettig gaat voelen. Nou, dat is ook het hormoon wat vrijkomt wanneer je je huisdier aait. Of wanneer je je kind knuffelt. Daar word je gewoon blij van. Je voelt in je buik gewoon een soort van tinteling. En je voelt gewoon dat je tevreden bent. En dat je happy in je vel zit. En dat is het knuffelhormoon. Daar zorgt oxytocine voor. En dat wordt heel erg onderschat. Sommige mensen denken dat je dat niet nodig hebt. Maar het hoort bij een van de eerste levensbehoeftes. Je hebt niet alleen eten nodig en drinken nodig. En dat je droogje en alles. Je hebt het knuffelhormoon ook nodig. Oxytocine is een heel belangrijk stofje. Kindjes die in een draagdoek gedragen worden, nemen al vanaf het eerste moment nemen ze deel aan het gezinsleven. Op een heel actieve manier. Dus in plaats van dat ze liggend in een wandelwagenbox toekijken naar de mooie witte plafond, zijn ze actief, nemen ze deel aan het gezinsleven. Dus ze zien hun broertjes en zusjes, ze zien wat jij doet. En daardoor heb je echt sociale en emotionele ontwikkeling op zijn allerbest. Mijn doel is om zoveel mogelijk kindjes in een draagdoek te krijgen, waardoor kindjes meer tevreden zullen zijn en hun ouders dus gelukkiger.